Wat een prachtige ochtend hier bij Sinhalala Lodge in die Klaserie Privaat Wildtuin. Zo'n mooie ochtend kan een mens niet laten voorbij gaan zonder om een beetje te praten over van die fantastische bomen wat je in die area krijgt. Hierdie specifieke ene is die Mopani. In die tijd van die jaar, soos nou in die begin van die zomer, temperatuur is bezig om te stijgen, drastisch te stijgen. Soms het al reeds 38 en 40 gehad in die koelte. Die bomen het een unieke manier om hulself te beschermen in termen van vocht. En vooral die Mopani boom, hy het oulike structuurtjies wat hem helpt om zeker te maken dat wanneer het rarig warm is, dat hij niet onnodige vocht verloor nie. Nou, als ons naar die blaren kyk, sal dit mooi blaarpluk hier so. Die boom zelf is een baie interessante boom. Die speciesnaam Mopani is die Shona vir skoenlapper. En dit het natuurlijk te doen met die vorm van die blaar zelf. Je kan sien, hy het een syblaartje aan die kant en een syblaartje aan die kant. En dit maak in geheel die blaar zelf op, maar dit lyk net soos 'n skoenlapper. Dan kan ons sien in die middel van die blaartje, is daar so'n klein structuurtje daar so in die middel wat rechtop staan. En daar is het terminale syblaartje. En basis op een stadium, baie lang geleden, was dit ook een syblaar geweest. En die boom het om net teruggetrek en om kleiner gemaakt. En het gaan rarig maar net daar oor, dat daar nou minder oppervlaksarea is wat naar die son toe wijs. Nou weerskante van hierdie klein structuurtje is daar twee pers klierkies wat telfinisse genoem word. Nou wat gebeur is, soos hierdie blaar in die son sit die heel dag lang in energie opneem, wat hy dan koolhydrate in verander tijdens die proces van fotosynthese, word hierdie structuurtjies vol met sucrose en hulle swel op. En soos hy opswel, begin hierdie syblaartjies beweeg en hulle maak dan toe, naar die kant toe. En op die warmste deel van die dag, dan sit hierdie blaartjies so en hulle is dan toe. En dit natuurlijk is dan nog een mechanisme verder wat hierdie blaar gebruik om homself te beschermen tegen die son en om zeker te maken dat hy niet te veel vocht verloor. Die Mopani-veld is ongelooflijk divers in termen van insecten, voëls en dieren wat associëren met die veldtype. En zodra ons een van hulle kry, sal ons een bietjie kyk. Oké, okay, precies wat ons op zoek is na. Ons kan nie die Mopani-boom afrond sonder die mot nie. Ons is baie gelukkig. Hier is een van die Mopani-motte. Dit is ongelooflik en interessant hoe hulle type mechanismes implementeer om hulle self te verdedig. Mopani-motte het twee wat baie interessant is. Die een is, as een voël bijvoorbeeld in iets in die lijn wat hulle wil eet, dan maak hulle die boonste vlerke baie vinnig op. En dan maak die twee groot oë sigbaar, wat amper soos 'n uil se oë lyk. En daar is een bietjie biomimiek daar so betrokke. Verhouding tussen die mot en die uil. En dan die ander verdedigingsmechanisme wat hulle het, wat ook baie interessant is. As jy verder te veel in hulle kar, sal hulle net eenvoudig val grond toe, en dan gaan hulle tussen die dooie Mopani blare, en hulle lê doodstil en lyk as te ware net soos 'n dooie Mopani blaar. Ons is so gelukkig, hier het ons 'n klassieke voorbeeld waar Mopani mot nou net eiers gelê het. En hierdie eiertjies gaan waarschijnlijk eendag uitbroei met lekker groot vet Mopani worm teen tyd wat hulle klaar gevreet het aan die blare. Mopani blare is propvol proteïene tussen 12 tot 15%. Hierdie tyd van die jaar trek baie diere voordeel uit die groen voedingsryke blare. Mopani mot eiers broei uit in tyd vir miljoene Mopani worms om deur die Mopani veld te vreet. En terselfde tyd neem hulle genoeg proteïene in om hulle in staat te stel om van gedaante te verwissel en hulle lewensiklusse te voltooi. Daar gaan hy. Baie gelukkig. Ik kan niet ons geluk gloeien, dit is absoluut een unieke geleentheid hier. Hier achter ons is twee nesten in die boom. Die nest aan die rechterkant daar zo. Is een oud kweevol nest. En die kweevols is natuurlijk bekend voor die geluid wat hulle maak. Is hulle ander dieren en mensen wegjaag. Kwee, die geluid. Maar binnen die nest is twee witwang uile. Aan die rechterkant is daar volwassen. Je kan het duidelijk zien met die twee oortuikjes wat hij op zijn kop het. En aan die linkerkant is daar kijken. En die kijken, skat, ek kan hier rarig meer dan 2 tot 3 weke uitwees nie. Dis baie uniek. Ek dink nie ek het al ooit in my tyd in die bos dit self so gesien nie. Dis baie ongelooflik. Die oortuikjes is baie interessant natuurlijk. Hulle breek die buitelijne van die uil, vooral in die dag, wanneer hulle baie blootgestel word aan ander roofvoels. En het laat hulle beter kamoufleer, so hulle lyk amper soos 'n takkie of 'n stokkie. Dit is ongelooflik. Hoe prachtig is die kijken nie? Wat een lekker ochtend. Hoop is een beetje meer inzichtgevend nou. Die stap in die Mopani veld. Prachtige boom. Die eile was fantastisch. Een van die beste goed wat ik nog ooit gezien heb. En een baie slim mot.